Suriname kan ook profiteren van de voordelen van het Silk Road Fonds. Dit initiatief is zondag gelanceerd bij de opening van de Belt and Road Forum voor internationale samenwerking in Beijing, China. De Surinaamse media is ook uitgenodigd om verslag te doen van dit initiatief. ATV's Carla Boetius en Otto Markiet maken deel uit van de Surinaamse mediadelegatie. De Chinese president Xi Jinping heeft tijdens de opening van de Belt and Road Forum financiële ondersteuning toegezegd voor dit initiatief. China zal bijkans 100 miljard yuan, ruim 14 miljard US dollar, bijdragen in het Silk Road Fonds. Dit fonds is in november 2014 opgezet met het doel de infrastructuur van de deelnemende landen een boost te geven. Ook is het forum ter verbetering van de handelsbetrekkingen van de zogenaamde zijderoute Silk Road. Over 2000 years ago, our ancestors trekking across vast steppes and deserts opened the transcontinental passage connecting Asia, Europe and Africa, known today as the Silk Road. De Ontwikkelingsbank en de Export-Importbank van China zullen speciale leningsplannen opzetten ter ondersteuning van de Belt and Road samenwerking. Deze samenwerking richt zich op infrastructuur, industriële capaciteit en financiering. Het Internationaal Rode Kruis is heel blij met het initiatief van China. Well, I represent the International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies. So why do you participate? Well, we participate here because we believe that we can contribute to the vision of President Xi Jinping. The Belt and Road Initiative is, we believe, is very good, connecting people to people. And in the Red Cross, we're connecting all 191 countries all over the world. We have in every, we have in almost every country, Red Cross, Red Crescent, national societies. And we believe that this Belt and Road Initiative is not just about economy, it's not just about infrastructure, it's not just about trading. It is also about humanity. In areas that we can give help, we can give support. Een vertegenwoordiger van het Internationaal Rode Kruis en Rode Halve Maan Federatie. Daarvoor de Chinese president Xi Jinping. Zondag tijdens de opening van de Belt and Road Forum voor internationale samenwerking. Het forum wordt gehouden in de National Convention Center in Beijing. 29 buitenlandse staatshoofden hebben deelgenomen aan het One Belt One Road initiatief OBOR. De overige delegaties bestonden uit ambtenaren, entrepreneurs en journalisten uit meer dan 130 landen. President Xi heeft ook gezegd dat China gedurende 3 jaar financiële ondersteuning zal bieden aan ontwikkelingslanden en internationale organisaties die in het OBOR participeren. Ook zal het land assistentie bieden in het kader van het programma 100 Happy Homes aan 100 armoedebestrijdingsprojecten en 100 gezondheidsprojecten.